Kijk, vakinhoudelijk zitten interessante dingen in natuurlijk. Kan je van alles aflezen, opeens alles wat onder de grond zit. Maar emotioneel is dit toch wel ingrijpend. Wat gebeurde er met de 80-jarige bomen langs de Amstel? Hier stonden de grote jongens 4 op een rijtje. En nu zijn ze allemaal weg. Zo op het oog kerngezonde bomen. Je had niet gedacht dat deze bomen zouden vallen? Nee, natuurlijk niet. Nee, want we hebben daar nieuwe bomen vervangen, het stuk hierachter. We hebben deze bomen juist laten staan omdat ze zo in enorm goede conditie waren, in topconditie. Dus wij hadden dit helemaal niet voorzien, dat deze bomen ten prooi zouden vallen aan deze storm. Hoogstwaarschijnlijk was het een valwind of een wervelwind die de bomen 1 voor 1 omver geblazen heeft. Dat geldt ook voor deze stadsreus. Hij was in topconditie, maar toch ging hij om. Die wortels zijn helemaal afgescheurd. Ja, en waarschijnlijk is de wind hier de hoek om gegaan en heeft zeg maar deze boom te grazen genomen. Zonde. Buitengewoon jammer, zo langs zo'n prachtig grachtje. Maar soms is de verklaring duidelijk. Achteraf dan, zoals bij deze linde. De boom was aangevreten door een donkere schimmel. Toch was een val niet te voorspellen. Dit is gewoon aan de buitenkant onmogelijk, bijna onmogelijk om op te sporen. Het is altijd uniek wat je ziet. Het is nooit hetzelfde, dus dat maakt het interessant, maar ook heel ingewikkeld om, als het gaat over risico en veiligheid, om daar iets van te kunnen zeggen.